Lorenzo, wat ben je aan het doen? Ik ben de regentenkamer aan het leegslopen. Althans, niet aan het slopen, maar aan het leeghalen. Nou ja, de laatste kasteelkamer van Leiden gaat dicht. 350 jaar en het is sloes, afgelopen. Waarom? Kort verhaal, ongezouten, ruzie met de buren, rancune, jaloezie en veel geld uitbetalen en dan vervolgens weggaan. Boeltje inpakken is natuurlijk nooit leuk en zeker niet als je het zelf niet bedacht hebt. Wat het extra vervelend maakt is dat het om niks is. Als we gewoon gecommuniceerd hadden, was er niets gebeurd en had het ontzettend veel geld minder gescheeld. Niet alleen voor mezelf natuurlijk, maar ook voor buren en stichting. Want ja, die heeft het gewoon op z'n Hollands gezegd klauw met geld gekost. Mooie herinneringen aan je tijd hier. De vele huwelijken. Ik heb het huwelijk van mijn ouders gesloten met mijn beide ouders. Ze zijn hertrouwd. Dus ze hebben allebei een nieuwe partner gevonden en die heb ik allebei in de echt verbonden. Vorige week heb ik mijn broertje ook hier getrouwd. En er zijn natuurlijk heel veel huwelijken voor geweest. En ja, daar zitten zoveel mooie herinneringen aan, daar kan ik echt een boek over schrijven. Misschien moet ik dat maar eens gaan doen. Ga je nu achter de geranium zitten? Nee, we gaan zeker niet achter de geranium zitten. Ten eerste hou ik mijn argusogen natuurlijk op dit gebouw. Want de eerste, de beste die hier het licht aansteekt, die heeft een boete aan zijn hol. Dan hebben we natuurlijk nog mijn twee hotels. De Barones van Leiden en Huis van Leiden, waar ik lekker mijn best ga doen. Dus dat komt helemaal goed. Ik ga zeker niet achter de geranium zitten. Leiden is nog niet van me af.